Online vergaderen, daar zijn heel veel verschillende tools voor. Wanneer gebruik je nou welke tool? Ik laat je een handig overzichtje zien. Ik begin met Zoom, een veelgebruikt programma waarmee je 100 deelnemers kan toevoegen aan een meeting. Je kunt je scherm, whiteboard en zelfs je telefoonscherm delen en subgroepjes maken. Maar er zijn wel privacy issues rondom Zoom aan het licht gekomen de afgelopen weken. Veel mensen gebruiken daarom bijvoorbeeld Skype, waar de verbinding is voorzien van een encryptie. Anderen kunnen dus niet meeluisteren. Met Skype kun je met maximaal 5 mensen tegelijkertijd videobellen. En tegen geringe kosten kun je ook naar vaste lijnen bellen. En dan Google Hangouts. In Google Hangouts kun je met maximaal 10 mensen tegelijk videochatten. Het is via je computer, laptop, smartphone en tablet te gebruiken. En ook kun je gemakkelijk je scherm delen met anderen. En dan Whereby. Het unieke aan Whereby is dat je je niet hoeft te registreren en niks hoeft te downloaden. Je kunt gewoon een link naar alle deelnemers sturen. Het is bovendien te gebruiken via je computer, laptop, smartphone en tablet, maar je kunt met maximaal 4 personen videobellen. Zoek je een professionele optie met goed privacybeleid, check dan bijvoorbeeld AnyMeeting, waar veiligheid gegarandeerd wordt. Met de light versie kunnen er 50 mensen toegevoegd worden. Het kost wel bijna $300 per maand per gebruiker, maar je kunt ook altijd de gratis proefversie proberen voor 30 dagen. En wat zijn nou jouw tools en tips voor het online vergaderen? Laat zeker een reactie achter en tot ziens in de volgende video.